Minister Robert Beneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is positief gestemd over het gesprek dat vanmorgen is gevoerd met de Bond van Leraren BVL en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname als over de ontstane situatie door het ontslag van enkele onbevoegde leerkrachten. In tegenstelling tot de minister leek Valies niet helemaal tevreden met het verloop van het gesprek. Hij wilde echter niet ingaan op de inhoud. Valies zegt dat de bekende knelpunten aan de minister zijn voorgelegd. Het antwoord dat hij heeft gekregen zal woensdag in een vergadering met de leerkrachten besproken worden, wilde de vakbondsleider kwijt. U weet wat onze zienswijze is. We moeten de weinige middelen die wij hebben moeten op een goede manier besteden. En je kan niet zomaar onderwijs van de een op de andere dag afbouwen. Je kan geen mensen muteren op grond van acties. Ontslaan, dat is voor ons een punt waarover we zeer duidelijk zijn. Toen je de mensen nodig had, en wanneer u een idee hebt dat u genoeg leerkrachten hebt, dan gaat u ze als een stuk vuil aan de kant zetten. Dus dat zijn dingen die daarover valt eigenlijk niet te praten. Dat is voor ons onacceptabel. Voor de onderwijsminister zijn de gesprekken in goede sfeer verlopen. Hij had eerder op de morgen ook een gesprek met de Federatie van Leerkrachten in Suriname, FALS. Volgens Beneu hebben de twee vakorganisaties verschillende meningen. De bewindsman gaf ook aan niet inhoudelijk in te kunnen gaan op de gesprekken. Volgens hem heeft de FALS namelijk niet al zodanig knelpunten aangehaald, terwijl de BVL als wel enkele knelpunten naar voren heeft gebracht. De bewindsman zal deze punten verder met de presidentiële commissie bespreken om daarin een mogelijke oplossing te brengen. Ik wil even afstemmen met de totale presidentiële commissie. Alvorens ik morgen de samenleving ga inlichten over een aantal maatregelen die te maken hebben met de verdere implementatie van besluiten binnen het herwaarderingsprogramma. De samenleving moet weten dat het herwaarderingsprogramma niet alleen een looncomponent inhoudt, maar het heeft ook te maken met organisatorische aspecten binnen de school, inrichting van de school, hoe uiteindelijk kwalitatief goed onderwijs gegarandeerd kan worden, grootte van scholen, klassengrootten en ook alle andere zaken die te maken hebben met overuren en fictieve uren op scholen. Ik heb meneer Valies gezegd dat hij na donderdag van me gaat horen wanneer we bijeenkomen, omdat ik op dit moment een aantal voorbereidende zaken nodig heb, zodat 2 oktober de scholen vlot starten. In mijn optiek ben ik kapitein op schip en de scholen zijn 2 oktober open. Onderwijsminister Robert Beneu. Hij sprak vanmiddag na het gesprek tussen hem en de onderwijsvakorganisaties. Volgens de bewindsman zijn de gesprekken goed verlopen. Hij zal morgen op een geplande persconferentie ingaan op het inhoudelijke van de gesprekken.